video. Ik ga vandaag voor jullie mijn koffer inpakken. Een tijdje geleden heb ik dit ook gedaan toen ik naar Caruela ging. Maar nu ga ik samen met mijn vriend naar Kos. We vertrekken aanstaande vrijdag. Voor jullie is dat afgelopen vrijdag. Dus ik ga lekker de koffers inpakken. Of althans, in ieder geval mijn gedeelte ga ik inpakken. Hij mag lekker zijn eigen gedeelte doen. We hebben een hele grote koffer die we samen delen. Deze is echt huge. Hier mag 20 kilo in. En dan hebben we allebei nog een eigen handbagagekoffertje. Daar mag 10 kilo in. Dus ja, dat wordt nog best wel een uitdaging. In de grote gaan we sowieso de toilettassen doen. De meeste kleding, denk ik. Ik denk dat we in die kleine het beste bikinis en zo en zwemkleding kunnen doen. En schoenen en... Ik heb geen idee hoe ik dit ga doen. Dit wordt wel een iets andere video dan de vorige inpakvideo. Daar liet ik vooral gewoon zien hoe ik aan het inpakken was. Nu ga ik ook gewoon echt items laten zien van dit is daarvan, dit is daarvan. Dus het wordt lekker een uitgebreide inpakvideo. Althans, dat hoop ik. Dus hebben jullie nou heel veel zin in deze video? Blijf dan zeker verder kijken. En dan nog iets heel erg leuks. Want ik ga natuurlijk met Milan, mijn vriend, naar Kos. En voor de mensen die ook mijn weekvlogs kijken, die weten dat Milan eigenlijk nooit in de video's wil. Dus jullie weten allemaal ook niet hoe Milan eruit ziet. Maar vanaf de Kos-vlogs... Wilt hij er dus wel in. Echt vet leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie van hem gaan vinden. Wat hij ervan vindt om in de vlog te komen en zo. Dus ik vind het ook wel een beetje spannend. Want ik heb dus al 2 jaar ben ik aan het vloggen zonder dat hij in mijn video's is. Maar ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Dus ben je nou benieuwd hoe hij eruit ziet? Volgende week komen er als het goed is de kostvlogs van mij. Dus ik vind het echt heel erg leuk dat hij er eindelijk in wilt. Ik weet niet echt waarom. Ja, hij houdt niet echt van foto's maken of om op de film te komen. Dus ja, daarom wilde hij eigenlijk niet op de vlog. Maar nu eindelijk... En waarom hij er nu wel in wilt, ik heb geen idee. Ik vroeg gewoon aan hem laatst van... Hey Miel, als we naar Kos gaan, mag ik je dan wel vloggen? Zo raar, anders lijkt het alsof ik in mijn eentje op vakantie ben. En toen zei hij... ja, ik wil er wel in, maar ik hoef niet heel de hele tijd per se in beeld. Dus... zin in. Oké, we gaan nu echt de koffers inpakken. Laten we maar beginnen met de grote koffer. Dit is van Suit Suit. En dat is dus zeg maar niet die mooie Suit Suit, zoals die je daarnet zag. Maar deze koffer is heel chill. Deze koffer is dus echt heel erg licht. Waardoor je dus lekker veel mee kan nemen op vakantie. Oké, ik hoop dat nu alles goed te zien is op beeld. Ik heb hier heel veel kleding liggen dat meegaat. Dit is alleen nog maar mijn kleding. Dit is echt bizar hoeveel hier ligt. Maar ik heb voor alles een avondoutfitje. Ik heb een overdag outfitje. Ik heb heel veel bikinis. Dus laten we maar gewoon lekker beginnen. Ik begin met deze 2 handdoeken als bodem te leggen. Want ik vind dat altijd heel erg chill. Ik neem als eerst mijn Love Stories strandhanddoek mee. Deze had ik naar Caruela ook mee. En vond ik echt super fijn. Dus die gaat ook weer lekker mee naar Kos. Maar ik denk dat ik die aan deze kant ga doen. En dan heb ik nog deze blauwe hamam handdoek. Dit is een 2-persoons handdoek. Dus dat lijkt me ook wel handig om mee te nemen. Dan kunnen we daar gewoon lekker samen op liggen. Dus dat is dat. Ik denk dat het handigste is om hier kleding te doen van Miel en mij samen. En hier zeg maar toiletartikelen. Dus toilettassen en zo. En dan in de trolley doen we schoenen en zwemkleding. Ik denk dat dat het handigste is. Oké, oh ja. En ik heb ook nog een kussensloop bij me. Want ik ga dus vanaf vandaag de curly girl methode toepassen of zo. Mijn haar, ik heb geen idee. Ik ga het vanmiddag allemaal doen. Maar dan moet je dus ook op een satijnen kussenhoes slapen. Dus ik neem mijn eigen kussenhoes mee. Die neemt echt niet zoveel ruimte in mijn slag. Dus die kan lekker hier zo. Nou, voor strandoutfitjes heb ik een paar dingetjes. Dit jerkje neem ik mee. Die is van de Zara. Hier krijg ik echt op Insta zoveel vragen naar van waar is die van, waar is die van? Maar hij is dus van de Zara. Maar ja, er is dus sale bij de Zara geweest. Dus ik denk niet meer dat ze hem hebben en verkopen. Maar hij is echt love it. Dan nog een topje van de Zara. Dat is deze. Dat is zo'n off-shoulder ding. Deze is wel nieuw. Die heb je als het goed is in mijn laatste weekvlog kunnen zien. Dus die gaat ook sowieso mee. Dat vind ik echt heel leuk voor op een spijkershortje. Of gewoon, hij valt best wel lang. Dus misschien dat je hem ook zelfs zonder broekje aan kan doen. Want op vakantie kan alles. Dan dit hele leuke blouse voor naked voor op het strand. Die kan je aan de voorkant knopen. En dat vind ik heel erg leuk met een spijkershortje of zo. Even een kaartje eraf halen. Dan heb ik voor overdag ook nog gewoon voorsteld dat we naar een stadje gaan of iets. 2 t-shirtjes. Deze zijn allebei van Lovies. Er zit ook nog het kaartje aan. Jeetje. Als eerst deze grijs. En er staat op Girl Store. Die vind ik echt heel erg leuk. Dus die gaat mee. En dan op deze knalroze van Lovies met de Wild erop. En deze vind ik echt heel erg leuk voor als we bijvoorbeeld op de boot gaan. Want Miel en ik hebben zo'n boottocht gehuurd voor in Kos. En ja, ik weet niet. Als je dan daar lekker met dat blauwe water en dan dat vel met een shirtje. Ik vind het helemaal leuk. Dan 2 shortjes heb ik hier van Levi's. Die heb ik van Naked mogen ontvangen. Die zijn ook nieuw. Er zit ook nog het kaartje aan. Dus ik hou even alle kaartjes eraf.
Zo. Oh, hier is nog een kaartje. Deze ga ik denk ik wel neerleggen. Anders, ja, ik weet niet, spijkerbroek, als ik dat altijd opvouw, dat neemt voor mijn gevoel zoveel ruimte in beslag of zo. Dus dan kan ik die beter gewoon neerleggen. Dan heb ik nog dit spijkerbroekje van de Zara. Die was ook in de sale, dus ik denk ook niet dat ze die nog hebben. En dan heb ik nog een wit spijkershortje, die is van de Zara. Van vorig jaar. Dan een avondoutfitje. Dan heb ik dit suede broekje van de Zara. Die vind ik heel erg leuk. En dan dit topje van Naked erop. Dus een crop top en zo'n off-shoulder blouseje. Die vind ik echt heel schattig. En vooral met dit beige broekje eronder. Is lekker bruin. Want is dat echt heel leuk. Dus die gaat ook mee. En deze ga ik denk ik wel oprollen. Ja. Dan kan die hier mooi aan de zijkant. Dan nog een avondoutfitje. Dat is als eerst dit zwarte korte broekje van de Zara. Met van die ruffeltjes aan de onderkant. Vind ik heel schattig. En die kan eigenlijk ook met gewoon een t-shirtje. Bijvoorbeeld overdag als je naar het strand gaat of zo. Maar daarbij heb ik voor in de avond dit blouseje. Ik moet het eventjes dichtmaken nog. Maar dit blouseje is zo schattig. Kijk nou. Maar het is dus een wit blouseje van de Zara. En aan de achterkant heeft hij van die knoopjes. Die heb je ook in mijn laatste weekvlog kunnen zien. Dus die had ik met Zoe gekocht in Utrecht van de week. Super leuk. Dan heb ik nog een blouseje. Deze kan in principe ook overdag en 's avonds. En ik dacht die is leuk op dat witte spijkershortje. Die is zwart met allemaal madeliefjes erop. En die is heel luchtig en doorschijnend. Dus die leek me ook wel lekker voor als het wat warmer wordt in de avond. Of juist overdag. Dan heb ik hier nog een t-shirtje. Een zwarte. Die is van Flotte Label. Van mijn eigen kledingwebsite met Char. Voor de mensen die dat niet weten. Char, ik heb een eigen kledingwebshop. En daar verkopen we deze dus ook op. Gaat ook mee. En dan heb ik ook nog, oh, love it, deze hele mooie avondjurk. Of nou ja, ik vind het ook echt een hele leuke jurk voor een festival. Van Vlot, ons eigen kleding, ja, webshopje. Ik weet niet of we hem nog op de website hebben. Volgens mij is hij uitverkocht. Maar ik ga hem sowieso meenemen op vakantie. Nu ik deze jurk vast heb, zit ik me ook te bedenken dat ik een belpet mee moet nemen. Omdat deze jurk staat het leukst als er een beltbek omheen zit. Dus dat is die. Dan nog een avondoutfitje. Dan heb ik deze zwarte, zwarte crop top van de Zara. Die vind ik echt heel erg leuk. Die heb ik ook in het wit en in het turquoise. Die neem ik denk ik ook mee. Maar in ieder geval die zwarte. En dan met dit gele korte broekje vind ik heel erg leuk. En deze lange groene broek vind ik ook heel leuk mee. Dan heb ik zo dat crop topje. En dan deze broek. Die is van de Zara kinderafdeling. Maar als ik hem omdoe met mijn Gucci riempje, vind ik hem echt heel erg leuk. Gucci riempje niet vergeten. Die ben ik ook gaan verpakken zo meteen. Maar die. Even kijken, dit crop topje neemt echt amper ruimte in beslag. Dit broekje ga ik oprollen. Ja, oprollen. Dan voor naar het strand heb ik ook nog dit leuke broekje. Deze is van de Zara. Ik moet alleen nog even kijken wat voor topje ik hiervoor bij meeneem. Want ik wil eigenlijk zo'n zwarte bandeau top. Alleen die heb ik niet. Dus heel misschien dat ik morgen of overmorgen eventjes naar de H&M ga om te kijken of ze hem daar hebben. En zo niet. Ja, jammer dan. Dan nog een avondoutfitje. Deze had ik aan de Caravella. Dat vond ik echt heel erg leuk. Dat is dit H&M broekje. Die zit al een beetje wat hoger. En daarbij dit beetje, ja, zeeblauwe, zeegroene crop top. Die ik dus ook al in het zwart had. En die vond ik echt heel erg leuk. Met dan een haarbandje in mijn haar en Isabel Marantz of zo eronder. Dus die gaat ook mee. Ik neem echt zoveel broekjes mee, zit ik nu te beseffen. Maar ja. En dan neem ik denk ik alleen nog voor de zekerheid dit topje van de Zara mee in het wit. Ik weet niet, misschien dat ik opeens denk, hey, ik wil ook die witte aan. Dan heb ik hem in ieder geval bij me. En ik denk oprecht, oh nee, haha, bijna. Dit topje van Naked wil ik nog mee voor overdag. Dit is echt zo'n lekker halter topje. Voor gewoon op zo'n Levi's shortje of zo. Of weet ik voor waarop. Dus die wil ik ook nog mee. Maar die neemt ook niet zo heel veel ruimte in beslag. Is ook zo'n lekker dun stofje. Dus dat is chill. Oké, ik ga nu mijn toilet als ze hier doen, denk ik. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Want die mogen natuurlijk niet mee in je handbagagekoffer. Oké, ik heb hier mijn H&M toilettas. En hier zit eigenlijk een beetje alles voor onder de douche in. Ik zal het eventjes aan jullie laten zien. Hier een muggenspray. Want ik weet niet hoeveel muggen er zijn op kost. Maar hier een muggenspray. Een afterbite voor als we geprikt zijn. Dat we dat erop kunnen doen. En voor allebei een tandenborstel en tandpasta. Dus dat zit er in dit vakje. Dan in het middelste vakje heb ik mijn scheermesje zitten, scheerschuim, een deo voor mij en een deo voor Miu.
En een douchegel en een aftersun. Hier moet dus alleen nog het schermetje van Miu bij. En weet niet, hij kan wel gewoon mijn schermscherm gebruiken. Maar dat is dus wat hierin zit. En in het laatste zit een beetje, ja, van alles en nog wat. Er zit hier bio-oil voor als we bijvoorbeeld een droog plekje hebben of zo. Of iets. Kan je dit erop smeren. Een mini nagellak remover. Volumepoeder heb ik erin gedaan. En een droog shampoo. En nog zo'n klein bakje van de Ethos met oorstaafjes. Dus dat zit hier allemaal in. En ik denk dat ik die gewoon hier neerleg. Oké, zo, dat is die. Dan heb ik nog een apart tasje met zonnebrand. Ik moet nog eventjes zonnebrand halen, want deze zijn bijna op. Maar dat doe ik morgen. Ik heb hier van Byron B nog een aftershave, maar deze is al over de helft leeg. Dus ik weet niet of we met z'n tweeën gaan redden voor een week. Vandaar dat ik ook nog die ander mee heb. Dan deze olie in factor 15. Deze in factor 30. En deze gezichtszonnebrand in factor 30 ook. Maar deze twee zijn dus bijna leeg. Dus ik ga denk ik morgen nog eventjes een andere zonnebrand halen. Ik moet nog eventjes kijken welke. Maar deze zonnebrand vind ik oprecht heel erg fijn werk. Dus ik ga kijken of deze misschien in de aanbieding zijn. Want dan hou ik deze gewoon lekker. Zo, die stop ik gewoon hiernaast. Dan dit tasje van Clinique. Hier zit allemaal gezichtsverzorging in. Miu gebruikt ook altijd gewoon mijn gezichtsverzorging. Dus eigenlijk alles wat ik nu laat zien gebruiken we gewoon samen. Dus daar komt niet nog zijn toilet als bij ofzo. Dit is gewoon echt voor ons samen. Als eerst deze crème van Clinique. De Moisturizer Surge. Die gebruik ik gewoon voor 's nachts. Want over op dag gebruik ik natuurlijk gewoon zonnebrand. Dan van Clinique deze. Die gebruik ik altijd voor onder mijn ogen voor 's nachts. Want dan geeft zo'n wakker gevoel of iets. Nou, in ieder geval die neem ik mee. Ik neem voor de zekerheid wat lenzen mee. Ik draag eigenlijk nooit mijn lenzen. Maar ik dacht, stel nou dat we iets gaan doen en ik wil het graag wel zien, dan heb ik wat lenzen bij me. Dan heb ik nog deze van Clinique, want die vindt Miu heel erg fijn. Dus die heb ik voor hem meegenomen. En als laatste deze Garnier reiniging doekjes. Want zoals ik in mijn weekvlog ook al had gezegd, op vakantie draag ik eigenlijk alleen maar mascara. En soms teken ik een beetje mijn wenkbrauw bij. Dus ik vind het een beetje onnodig om hele tonic en milk en alles mee te gaan nemen. Dus ik neem gewoon lekker alleen deze mee. Dus dat is alles wat hierin zit. Dan mijn make-up tasje. Ik draag nooit op vakantie heel veel make-up, maar ik vind het wel gewoon fijn om bij me te hebben. Als allereerst zit mijn pil erin. Dat is misschien wel heel handig om mee te nemen. Mijn lievelingsmascara zit er 3 keer in. Dit is de normale, maar die ga ik denk ik niet meenemen. Of nou, misschien eentje. Maar een beetje doen, want ik heb ze allebei gebruikt. Dus ze zijn allebei voor de helft vol, half leeg eigenlijk. Dus ik denk dat ik er gewoon eentje meeneem. En deze heb ik gisteren gekocht, want deze is de waterproof. Dus dat leek me ook wel handig, die blauwe. Dus dat zit erin. Er zit een bronzer in voor stel nou dat ik echt helemaal aan het zweten ben, weet ik veel wat. Dan kan ik dit opdoen, want dit is op vakantie toch wel een beetje mijn kleur. Dus die, ik verwacht niet dat ik het ga gebruiken, maar gewoon voor zekerheid. Een wenkbrauwgel zit erin. Mijn wenkbrauwpoeder van Catrice, waarvan het dekseltje alweer kapot is. Ik heb nog nooit een doosje van Catrice gehad waarbij het dekseltje erop blijft zitten, maar oké. En van de Ethos en Kiko een wenkbrauwspoelen en een wenkbrauwkwastje. Dan van de Zara dit luchtje. En dit vind ik heel erg chill om mee te nemen. Omdat je hem dus gewoon zo op kan rollen. En deze ruikt echt heel lekker. Dit is de Zara Wonder Rose. Dus die. En dan als laatste zit er nog een oogpotloodje in en een pincet. Dus dat is wat er allemaal qua make-up mee gaat op vakantie. Oh, en ik had nog een nieuwe puro gekocht gisteren. Dus die doe ik er ook bij. Want ik haat het om droog licht te hebben. Zo. Dan heb ik hier los gewoon nog een setje met watjes. Die gaat mee. En nog dit tasje. En daar zitten allemaal haarelastiekjes in. Ik heb er wat scrunchies in zitten van Bayou de Label. Die gele. En die ik nu in mijn haar heb. Die heb ik toen van Rosa gekregen. En die heb ik nog zelf besteld. Die groene. Want ik vind ze echt heel erg chill. Dan nog 2 normale scrunchies. Ik dacht, ja, ik kan er beter te veel mee hebben. Dan nog normale elastiekjes. Van die dunne elastiekjes. Stel nou dat ik een knotje of een vlecht wil maken of zo. En dan nog van die mini invisible walls. Ik dacht dus oprecht dat deze wel ietsjes groter zou zijn. Want ik maakte hem open. En kijk even hoe bizar klein. Kijk nou, dit is toch niet normaal. Maar ik neem ze maar wel gewoon voor een zekerheid. Nee, wie weet komen ze van pas. En zoveel ruimte nemen ze toch niet in beslag. Dus dat zit allemaal hierin. En ik doe trouwens nog deze haarhanddoek van de Action in die grote koffer. Dus die nog. Dan gaan we over naar de handbagage. Daar ga ik voornamelijk een beetje bikinis en ondergoed en zo in doen, denk ik. En ik heb beneden nog wat leuke dingetjes, zeg maar, mee te nemen op vakantie. Dus dat ga ik ook hierin doen. Oké, ik heb hier allemaal bikinis en ondergoed liggen. Wat ik ga doen is, ik wil sowieso deze strandtas mee van
Love Stories. Dus daar ga ik gewoon al mijn bikinis in doen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Oké, even kijken. Allereerst neem ik deze bikini mee. Deze is van Love Stories met de H&M collectie. Dan neem ik mijn nieuwe liefde mee. Deze bikini van Bij Jullie Label. Ik neem dat tasje denk ik niet mee. Alhoewel het wel handig is. Maar die leg ik ook gewoon zo plat in mijn koffer. Die bikini gaat mee. Dan heb ik hier nog een badpak van de Zara. Ik ben echt verliefd op deze kleur. Die gaat ook mee. Oh, het kaartje eraf halen. Dus die. Dan heb ik nog een bikini van Savoo. Deze heb ik vorig jaar zelf gekocht. En echt dit kleurtje als je bruin bent. Ik ben echt verliefd erop. Dus die gaat mee. Dan deze bikini van de H&M. Die vind ik echt heel erg leuk. Aan deze kant is die blauw. Het is gewoon zo'n triangle bikini. En aan de andere kant is die dus een beetje ja, koraal oranje of zo een beetje. Met zo'n leuk pedeltje in het midden. En het broekje is precies zo. De buitenkant is zeg maar die. En dan de binnenkant heb je die. Dus je kan hem ook op twee manieren dragen. Dus die vind ik heel erg leuk om mee te nemen. Dan heb ik dit zwarte broekje van Shein. En daarbij twee topjes. Als eerst deze. Die is van de Primark. Echt van 5 jaar geleden. Maar die vind ik echt nog heel erg leuk. En een gewoon zwart bikini topje. Die is van de H&M. En daarbij heb ik dan ook nog deze van Love Stories. Maar ik twijfel een beetje of ik die mee zou nemen. Want ik heb hier ook nog een oranje bikini van Savoo. Dus deze zwarte neem ik sowieso mee. Maar over deze twee bikinis twijfel ik nog een beetje. Ik denk dat ik alleen deze meeneem. Oké, dus dat zijn alle bikinis. Maar dan heb ik ook nog wat haarbandjes. Want ik vind haarbandjes in de zomer echt vet leuk. Ik heb er hier 5 volgens mij. Oh, die kan ik wel hierin doen anders. Ik heb als eerst deze van de H&M. Deze is ook van de H&M. En deze ook. Echt, de bandjes van de H&M zijn echt mijn lievelings. Ik vind ze heel leuk. En ze hebben echt heel veel verschillende soorten. Dan heb ik hier nog een sjaaltje van de Primark. En ik heb deze nog van Lots of Jewels. Die kan ik wel hier mooi in doen. Zo. En dan ga ik mijn bikinis een beetje zo delen en schudden. Oké, dan heb ik hier nog een boek en wat tijdschriften die ik ook heel erg mee wil nemen. Als eerst dit boek van Danique. Die heb ik vorige week gekocht speciaal voor vakantie. Dus die gaat mee. Ik heb hier het Linda Meijden zomerboek die ik mee wil nemen. De Glamour en de gewone Linda Meijden. Dus die ga ik denk ik hieronder zo leggen. En dan het boek hier. Dan neem ik ook nog deze twee tasjes mee. Deze heb ik toen in Caruela gekocht. Die vind ik heel erg leuk en handig. Want die is lekker klein. En dan neem ik ook nog mijn Furla tasje mee. Want die past eigenlijk overal bij. En wat ik altijd doe als ik op vakantie ga. Is mijn onderbroeken in mijn Furla tasje. Omdat tasjes kunnen best wel snel vervormen. En dat vind ik gewoon zonde. En mijn onderbroeken moeten toch ergens. Dus dan kan ik ze net zo goed hierin doen. Blijven ze lekker bij elkaar. En blijft mijn tasje ook mooi. Nee, deze leg ik wel gewoon aan de andere kant bij mijn schoenen hier dan. Want ik wil niet dat mijn tasje leeg wordt. En dan heb ik nog dit ja, iPhone hoesje voor onder water die ik mee wil nemen. Die stop ik even in deze tas. En dan nog iets superleuks van de Xenos. Heb ik hier een gouden band met allemaal glitters. Die wil ik ook meenemen, maar ik ga niet heel die doos meenemen. Kijk nou hoe leuk dit is toch. Ik weet niet of je dat op de camera ook ziet, maar je ziet hier allemaal glitters zitten. I love it. Dus die gaat hier. Deze kan voor nu dicht, denk ik wel. En voor aan de andere kant twijfel ik een beetje. Want ik heb dus twee strandtassen. Maar ik wil ze niet allebei meenemen. Want ik heb natuurlijk ook al die Love Story strandtas. Maar deze vind ik gewoon echt heel erg mooi. Met dat goud. En ja, deze vind ik gewoon echt love it. Maar ik denk dat deze. Deze is trouwens van mijn jewelry. Ik denk dat deze van de H&M makkelijker is om mee te nemen. En hij is ook dunner. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Dan laat ik deze thuis. Helaas. Maar ik denk dat deze gewoon eventjes wat makkelijker gaat zijn. Dus deze leg ik ook hier neer. Het enige wat hier dus nu nog in moet zijn schoenen. Maar dat zoek ik later uit. Want ik heb deze dagen ook nog gewoon schoenen nodig. Dus dat komt later. En wat ik echt aanraad voor als je een zoet koffer hebt. En je wilt dat ze mooi blijven. Naar Caruela had ik dit niet. En toen zijn er een aantal beschadigingen op mijn koffer gekomen. Wat ik super zonde vond. Dus ik heb zo'n hoes aangeschaft. Zo'n, ja, gewoon zo'n hoes voor om je koffer heen. Waardoor je koffer dus mooi blijft als er mee gegooid wordt in het ruim bagage of handbagage of wat dan ook. Je koffer blijft gewoon mooi, dus dat zou ik je zeker aanraden. Die dingen zijn volgens mij 10 euro. Maar
blijft wel je koffer gewoon mooi. Want ik weet niet of je dit ziet. Maar er zitten een paar beschadigingen op van Caravera. En dat vind ik zo zonde, maar goed. Dit was dan de inpakvideo. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Milanse gedeelten moeten er natuurlijk nog bij. Mijn BH's moeten er nog bij, maar die zitten in de was. En mijn schoenen moeten er nog in. En ik moet nog zonnebrand halen, maar voor de rest heb ik volgens mij alles. Ik heb nog 3 dagen de tijd om dit allemaal te fixen. Komt helemaal goed. Ik hoop dat ze binnen het gewicht zijn gebleven. En anders moet ik er toch echt dingen gaan uithalen. Maar we gaan het zien. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Deze video was dus in plaats van een weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hebben jullie nou ook zoveel zin in mijn vakantievlogs? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Want dan blijf je op de hoogte wanneer die online komen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot in de volgende video.